Deze les gaat over de onderschildering. Dit is een stilleven en hiermee ga ik de klassieke methode aanhouden dat ik van mager naar vet schilder. Dus ik begin eerst, het is olieverf waar ik mee ga werken, met een beperkt kleurpalet. Hier zie je dat de onderschildering is vrij donker. En ik wilde dat zo op het papier zetten dat het licht van het papier er nog enigszins doorheen komt. We krijgen een heel mooi ruimtelijk effect. Het is bijna, nou, het is niet aquarel schilderen, maar het is wel heel verdund met verf werken. Dan zie je bijvoorbeeld hieronder, dit is dus het onderwerp, dit is brood met plastic. Dan zie je hieronder een heel donkere schaduw. Dus ik ga eerst de omgeving sowieso doen en waar het nog donkerder is, daar ga ik wat meer donkerte aanbrengen. En daarna ga ik dus, het is echt ook van achter naar voren ga ik schilderen. Dus eerst doe ik de ondergrond. En ik ga niet eerst een schets maken, dat doe ik later op het werk. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb hier, om zwart te maken gebruik ik ultramarijnblauw, Franse ultramarijnblauw. Dat is vrij donker. En gebrande omber. En die samen maak ik zwart van. Ik gebruik nooit gewoon zwart, omdat dat heel... een platte werking heeft. Het werkt niet zo, krijgt niet een diepte. Dus ik ga dat nu aanmaken. Ik ga die twee mengen en dan krijg je een hele mooie diepe kleur. Een echte kleur, want eigenlijk is zo'n zwart, er zit altijd ook een kleur in zwart. Het is nooit een soort, gewoon een neutrale zwart. Hij pakt altijd kleur mee van de omgeving. Ja? Ik werk gewoon met... reukloze terpentine en ik maak een mengsel van ultramarijn en gebrande sienna en dat wordt samen een hele mooie diepe kleur. En je kan het ietsje koeler maken, dan doe je er iets meer blauw bij of je maakt het wat warmer, dan doe je er weer bruin bij. En dan kan je met zo'n witte palet, is dat wel heel handig om te zien, dan kan je kijken of de kleur goed wordt. Kijk, hier zie je nu wat koeler. En als ik wat meer bruin bij doe, ja, dan wordt hij wat warmer. Maar je krijgt een hele mooie, diepe, donkere kleur. Oké. Ik ga dat nu aanbrengen, de achtergrond en de ondergrond. En dat doe ik gewoon... heel licht. En je ziet nog een beetje de licht van het papier er doorheen komen. Dus dit is allemaal de basis. Ietsjes blauwer voor de achtergrond. Zo. En dan kan je heel mooi in mooie rustige banen zet je het op. Het is helemaal niet erg als er een beetje licht doorheen komt, want daar zit ook licht op. Dus het is eigenlijk dat licht wat je hierop ziet, komt er gewoon met deze techniek er doorheen. Nou, ietsjes warmer maak ik het weer met dat mengsel. Oh. Nou, dat maakt niet uit. Normaal werk ik eigenlijk op tafels, dus het lekt een beetje naar beneden, maar dat is ook niet zo erg. Zo. Je ziet als ik dat langzaam de kwast eroverheen haal, dan wordt het een mooi rustig beeld. Je zet het even wat sneller op, maar later moet je het een beetje bij elkaar trekken. Ik gebruik ook een doek om mijn kwast schoon te maken. Het is ook wel altijd handig om je kwast goed schoon te maken onder het schilderen. Dat er niet allerlei kleuren in komen te zitten. En als je de kwast schoonmaakt, moet je goed stampen in het potje en dan afvegen. Nu ga ik wat dikker de schaduw erin zetten. ietsjes blauwer. Nou, wat ik nu ga doen, is een heel klein beetje wit gebruiken. Dus aan deze kant komt de lichtbron, dus dat zit aan deze kant hier. Dus ga ik ietsjes lichter maken. Door je kwast droog te maken, kan je het wat uitspreiden. Door het is een hele diffuse schaduw die zo langzamerhand naar het niks toe gaat. Dus dan kun je met een droge kwast, met je varkenshaarkwast, kan je het ietsje verzachten. En dat is hiervoor ook zo het geval. Oh ja, en ik werk ook dit zijn allemaal horizontale lijnen, omdat het ergens op ligt. En dan kan je, als je het verticaal doet, dan heeft het de kans, dan heeft het de neiging dat je het idee hebt dat een voorwerp naar beneden valt. Een horizontaal is meer plat. Het werkt als platmakend eigenlijk. Ik ga nog even iets nog een klein beetje erbij werken, want hier is het, ik wil de compositie wel zo hebben dat dat hele brood erop staat. En ik heb de schaduw iets te hoog gezet, dus dat komt nog een klein beetje naar onder. Want het brood met die zak moet er wel op komen te staan. Dus dat ga ik even een klein beetje bijwerken. Er is niks aan de hand. Zo. En ik zie dat daarachter nog veel meer licht komt. Ik ga nu ietsje meer licht in die achtergrond nog zetten, zodat er wat meer diepte komt. Even zo. Wat ik ook doe is met tegen de haren in. Dat is wel prettig van varkenshaar. Dan kan je heel goed tegen de haren in de verf verschuiven. En dan kan je, zo kan je dingen mee verzachten. Je kan dingen heel goed, de plek heel mooi gelijkmatig verdelen daardoor ook. Lichtbron komt nu hier zo, dus hier gaat de schaduw zit aan deze kant. Oké, nou, tot zover. Ik ga altijd even achteruit staan, even kijken hoe dat... Het is heel goed om niet te veel met je neus erop te blijven zitten, maar af en toe naar achteren te stappen. Nou, dan zie ik ook hier ietsjes meer licht nog. Ja. Oké. Nou, dit was het einde van les 1 van de onderschildering.